Goedemorgen, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan vandaag som 2 bespreken van hoofdstuk 10 en meteen even de uitleg doen die je nodig hebt om som 10 te kunnen, som 2 te kunnen. En ook nog een stukje extra uitleg en dat is heel mooi. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om hiernaar te kijken. We gaan even kijken naar het bord. En op het bord zal ik eventjes zeggen waar ze het over hebben bij som 2. Bij som 2 zeggen ze van ja, ik heb een of andere gekke afstandsformule. S is 0,4 t kwadraat. En dan zeggen ze, benader de snelheid op t is 3. Dus de snelheid op t is 3. Goed, eventjes waar het over gaat. Dit is een afstand-tijdformule met op de horizontale as de tijd en op de verticale as de afstand. En die 0,4 t kwadraat, ik zal hem eventjes op de rekenmachine invullen. Kunnen we zien hoe die eruit ziet. Dus 0,4 t kwadraat, ik heb geen t, ik doe het met een x. En die grafiek ziet er dan zo uit, gewoon een parabool. En ik ben alleen maar geïnteresseerd in dit deel van de parabool. Oké, nou. Hier ergens zit t is 3. En ik wil de snelheid op t is 3. Dus ik wil niet de gemiddelde snelheid van t is 3 tot t is 4. Of van 2 tot 4 of wat dan ook. Ik wil het op t is 3. En het kunstje wat je daarvoor gebruikt is dit. Bereken het differentiequotient. Vandaar dat het belangrijk was dat je weet wat dat is. Het differentiequotient. Op een klein interval. Rond 3. Dus bijvoorbeeld deze. Van 3 tot 3,001. En mijn stelling is dat als ik het differentiequotient bereken op het interval van 3 tot 3,001, dan krijg ik een benadering van de snelheid hier. Waarom is dat zo? Nou, stel dat je hier zit en je zoomt in. Als je inzoomt, dan krijg je dezelfde grafiek, maar dan ingezoomd. Hier zit 3. En hier zit 3,001. Nou, kijk die grafiek, dat is al bijna een rechte lijn. Het is natuurlijk niet echt een rechte lijn, want het is een parabool. Maar wel bijna een rechte lijn. En als je heel ver inzoomt, dan gaat het steeds meer op een rechte lijn lijken. Dus ik zeg nu van ja, als ik nou hier het differentiequotient bereken, dan krijg ik een idee van hoe steil die grafiek in dit punt is. Dus de helling van de grafiek op dit interval is eigenlijk hetzelfde als de helling van de grafiek in dit punt. En dat is de snelheid. Die berekening ga ik gewoon even uitvoeren. Dan ga ik er nog iets moois over zeggen. Dus, het differentiequotient van dit ding op dit interval. Dan moet je die s pakken en dan moet je 3 invullen. Nou, als je dat doet, ik doe het even op mijn rekenmachine. Hè, dat kunnen jullie ook zien met trace. Ik vul 3 in en dan geeft hij als antwoord 3,6. En ik ga ook die 3,001 invullen. En kijken wat hij dan zegt. Dus dezelfde trace, 3,001. Geeft als antwoord 3,6024004. Waarom doet u zoveel decimalen? Nou, dat is bij dit soort sommen belangrijk. Ja? Dus 004. Oké, en nu moet ik dus de S op tijdstip 3,6. S op tijdstip 3,001 min de S op tijdstip 3 delen door de S, of delen door hoe lang dat interval is, 0,001. Oké. Dus dit is 3,6024004 min 3,6 gedeeld door 0,001. En wat komt er dan uit? Nou, dan gaan we even checken. Dus 3,6024004 min 3,6 gedeeld door 0,001 en als ik dat afrond kom ik uit op 2,4. Goed, even over de eenheid, hè? En het geldt ook weer dat als dit je niet boeit, dan ga je gewoon lekker wat sommen maken of zo. Dat mag best. Maar dit hier is in seconden en dit is in meter. En dat zorgt ervoor dat dit antwoord automatisch in meter per seconde is. Dus de snelheid van dit ding op tijdstip 3 is gelijk aan 2,4 meter per seconde. Maar dames en heren. Echte wiskundigen die berekenen dit op een heel andere manier. Er zijn twee andere manieren. Eentje die ik jullie nu ga vertellen en eentje die later dit hoofdstuk aan de orde komt. Jouw rekenmachine kan dit trucje namelijk ook. Dus als we even kijken bij de grafiek,
En we zeggen tegen onze rekenmachine, we willen de optie DIDX gebruiken. Die zit bij kalk, optie 6 op mijn rekenmachine. En als je dat intoetst en je vult dan voor X die 3 in, en je drukt op enter, dan krijg je hier ook die 2,4. Dus dat kunstje met dat hele korte differentiequotient, dat zit ingebouwd in je rekenmachine. Dus in plaats van dat je deze hele berekening doet, dat vragen ze nu omdat je dat van de rekenmachine nog niet weet, kan je ook gewoon dit op je rekenmachine doen. Fantastisch, hè? Oké. Zal ik ook nog even de andere methode heel kort vertellen? Ja. Oké. De andere methode is echt geweldig. Die andere methode die heet differentiëren. En differentiëren, dat is iets heel geks. Nu nog. En differentiëren, dat is eigenlijk een trucje wat jullie gaan leren later. En dat trucje zal ik kort vertellen. Als ik deze functie ga differentiëren, x tot de macht n, dan spuugt hij een n uit. En dan krijg ik bovenin n min 1. Dus dan zeg je van, maar meneer, wat is het voor onzin? Nou, we gaan het gewoon even proberen. Dus we pakken de formule die we hadden van die snelheid. Dat was 0,4 t kwadraat. Ja? Oké, de regel is dat deze macht ervoor komt en dat ik er dan eentje van af moet halen. Dus dan krijg ik 0,4 keer 2 keer t tot de macht 1. En dat is 0,8 keer t. Nou, als ik nou hier voor die t de 3 invul, laat ik even zien. 0,8 keer 3. Dat is ook die 2,4. Dus op een of andere manier, en die logica die ga ik jullie nog uitleggen, kan je met dit gekke trucje waar je nog helemaal niks van weet, hetzelfde berekenen als wat je met dat hele differentiequotient met die 0,001 en dat gedoe met die rekenmachine, dat kan je ook gewoon bam in één keer uitrekenen. En dat is waar dit hoofdstuk over gaat. Mooi, hè? Yes! Oké. Nou, wat jullie nu mogen doen is lekker even verder kloten aan deze sommen tot en met 8. Als er staat werkblad, moet je het gewoon even overtekenen in Shift. En dan komt allemaal wel goed. Dus heel veel succes. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Meneer, ja. Cedric vraagt, is dit nou wiskunde B? Ja, eigenlijk is het een beetje B'er. Heel goed. Klopt. Omdat de regering dat heeft besloten. Oké, nou. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag.